Wow, ik oh shit, er wordt aangebeld, be right back. Ik heb gewoon nu mijn opname aangezet. Holy fucking shit! Joris! Hey, momentje! Joris! Wacht even! Holy fucking shit, Joris! Joris, ik heb schaduwen. Holy shit, ik werd net aangebeld op het moment dat jij dus met je opnames begon. Oh, ik had ook zo fucking, ik gooi de opnames gewoon aan. Dit is echt te ziek geworden. Jongens, hallo en welkom bij de tweede aflevering van Ilko Gaming in Community Craft. Seizoen 2. Ik ben ook bijna dood aan het gaan. Oh shit, nee. Oh, gelukkig. Een mini zombie. Oh. Ik zag hem op zo'n afstand al aankomen rennen, dus ik snel mijn huisje weer in vluchten. Lijpe beesten, inderdaad. Oké, ik ga gelijk heel even wat zooi wegflikkeren dit. Want ik heb dus inderdaad een... Ik zit bij, voor degene die het niet weten, de plek die ik uiteindelijk gekozen heb, is bij Joris op het Schiereiland. Gekozen? Gekregen. Ik gun Joris het om mij als buurman te hebben. Kijk, die eer die gun ik hem. Ik bedoel... Je wist dat jij niet de eerste was die ik vroeg, hè? Oké, ik ga ergens anders wonen. Waarom? Maar ja, vooral eigenlijk omdat het eiland waar ik en eerst als je op zou zitten, dat bleek al geclaimd te zijn, maar de naam bleek verkeerd te staan. Ach ja, je kunt niet alles mee hebben. Dat is door Jesper Combo Gameplay, die zit er al. Ik kan niet alles mee hebben en ik vind het eigenlijk ook juist wel heel erg leuk. Ik vind het ook wel heel erg gezellig om bij Joris op het eiland te zijn. Ja, dat zeker. Ik ben ook heel erg gezellig. Dus, maar Joris, dan stel ik voor dat we het wel vanaf nu af aan het eiland van Ilko en Joris gaan noemen. Ah, het is Joris eiland. Met een Ilko schiereiland eraan. Nee, het is een Ilko eiland met een Joris schiereiland eraan. Dan heb ik wel een heel groot schiereiland. Ja, klopt. Ik heb een heel groot schiereiland, inderdaad. Oké, even kijken. Ik zit nou... waarom werkt hij niet? Ik wou zeggen, zullen we vragen of iedereen gaat slapen, maar... Er zijn veel te veel mensen op de server. Ja, inderdaad. Iedereen slapen! Nou, dat doen ze niet. Iedereen slapen? Vraagteken. Oké, let's give it a try. Eens kijken of ze er zin in hebben. Je kunt altijd proberen. Mooi, ga ik gelijk even opname stopzetten om te kijken of het een beetje zoenlijk klinkt. Mooi! Zo. Even kijken. Ik ben wel bijna dood aan het gaan, Joris. Heb jij toevallig al eten? Nou, dit eiland zit vol met eten. Ik heb in mijn bed gelegen, dus ik kan er gewoon uit. Dus ik kan gewoon, als het nodig is, als ik dood ga, dan... Ah! Dan ga ik dood en dan respawn ik terug in mijn bed. Zeg maar, vlak voor de plek waar ik dood ging, zo'n beetje. Waar zijn mijn spullen? Kom maar. Fuck, was mijn zwaard. Ik log even uit, want volgens mij willen mensen de server op dag zetten. Oh. Ik zag tenminste zulke berichten verschijnen. Ik heb geen bed, maar ik log wel even uit. Oh, even kijken. Niet gelukt. Oh ja. And again. Iedereen in bed, vraagteken. Ik vind het wel netjes dat we het gewoon op de legale manier doen. Ja, toch. Nou, tenminste, we kunnen het niet op een andere manier doen. Dus ik zou niet weten hoe. Als je mod bent of iets anders, kan je timeslash nog iets doen. Maar... Ja, maar er is maar één iemand die dat kan. Dat is David. Ik vind het ook altijd heel erg jammer als mensen gelijk gaan cheaten. Ook zodra er op de server materialen ingespand worden. Eigenlijk al de eerste keer als ik dat hoor of zie of weet ik veel wat, dan gelijk zeg je van... ja, laat maar. Ik bedoel, ja, jammer. Dat yep. Betekent dat alle moeite die ik nog eventueel wil gaan doen, vanaf dit moment gewoon, ja, eigenlijk geen zin meer heeft. Ik bedoel, waarom zou ik moet zeggen, ik vind Chroma Hills best vet. Ik zit nou even de texturepack uit te testen. Ja. Alleen ik vind... bloemetjes vind ik minder. Er zitten heel veel bloemetjes in Chroma Hills waar ik denk van... Oh, ik vind die juist wel vet. Maar ik vind die hele... Ze zijn veel meer gedetailleerd, maar ze zien er dus minder uit als je ze... Ik vind mijn eiland er minder uitzien als ik Chroma Hills gebruik met de bloemetjes dan. Oké. Dat is wel jammer. Ziet er wat minder vrolijk uit. Ja. Bloemetjes zijn wel wat kleiner. Het lijkt wat minder occupied, zeg maar. Oh, dat zou wel kunnen. Daar heb ik eigenlijk niet eens opgelet. Maar toen ik net buiten liep, vond ik het echt wel...
Go, go naar bed. De halve aflevering is mensen naar bed sturen. maar ik weet niet, ik vond er net best wel vol uit met blommen uitzien. Nee. Volgens mij gaat het inderdaad niet werken. Okay, Terra Monsters nearby. Iedereen werkt mee. Ja, ik kan niet in bed liggen blijkbaar. There are monsters nearby. Oh, ja, laat me ook maar. Hoeveel mensen... Begint... Nee, het begint toch al dag te worden. Ja, inderdaad. Maakt niet zoveel uit. Nee, ik ga terug naar John Smith. Of Faithful, ik ben ervan twijfelen. Ik ga nog eens een keertje kijken. Ik ga nog de andere textpacks uitproberen als hij enigszins zin heeft. Oh, oké, dit ziet er ook heel erg vet uit, inderdaad. Ultra. Nee! Oh. Geen Ilko. Oh, ik werd bijna opgeblazen. Oh, dit is wel ziek hoor. Ik ben dit helemaal niet gewend, jongens. Mijn kijkers misschien wel bij andere kanalen, maar niet bij mij. Dit is echt de eerste keer in mijn leven dat ik shaders gebruik, weet je. Hoe ziek is dit? Zo van jouw shaders ontmaagding die... Dit is mijn shaders ontmaagding. Oh my god. Echt, ik kom klaar. My god. Jongens, sorry voor dit taalgebruik. En, ik wil ten eerste even zeggen tegen alle kijkers. Ja. 18 plus. Ik wil jullie alvast waarschuwen voor Ilko's reacties. Ook als je dit zou opnemen en alleen maar zijn geluid met een andere video gameplay of andere gameplay überhaupt zou zetten, dat je heel verkeerde beelden kunt schetsen. Precies. Oké, dan ga ik zelf ook opnemen. Is het al bijna dag? het is dag, inderdaad. Yes. Oh, maar dit is wel echt ziek, Joris. Oh my god. No problem. Oh, ik hou echt van shaders. Wauw. Oké. Dit wordt een... Holy shit, het is helemaal dag. Oké, dan ga ik even beginnen met opnames. Yep. Even kijken, staan mijn... Mijn cam staat ook aan. Even zeggen dat ik aan het opnemen ben. Altijd handig. Hallo, ik ben aan het opnemen. Ik ben heel erg aan het opnemen. Mag ik even opnemen? Oh, hij is thuis aan het zeggen dat hij aan het opnemen. Je bent thuis aan het zeggen dat je aan het opnemen bent. Ja. Is wel altijd zo aardig. Oh my god. En ook gewoon, gewoon de bomen bewegen. Ja, oh dat is sowieso sick. Maar ja. Oh my god. Joris. Ja? Joris. Oh god, dit ziet er sick uit. Ik hak één blok weg en gewoon mijn opnames beginnen gewoon met zonlicht die recht in mijn ogen schijnt. Ik heb het zonnetje zien opkomen, het is heerlijk weer vandaag. Oh, wat lekker. Het is sowieso... Niet alleen in Minecraft trouwens. Ik wil zeggen, waarom zitten we binnen? Ik heb net buiten gezeten hoor. Ja, ik ben net ook lekker even naar buiten gegaan. Ik ga hierna ook weer lekker verder buiten werken. Ja, precies. Ik denk, we nemen gewoon even wat afleveringen af. We nemen even wat opleveringen af en dan gaan we weer terug naar buiten. Hé, hey, er ligt hier een pickaxe, lijkt het in het zand. Huh? Hoe komt er een pickaxe in het zand? Ja, gewoon eigenlijk, er ligt echt onder het zand. Er ligt gewoon een soort van pickaxe. Echt heel apart. Ik kan hem ook niet oppakken. Het zit waarschijnlijk in een textpack, denk ik. Als ik even 3 seconden verder nadenk. Maar welke textpack heb je nou? Ik heb nou Chroma Hills met Dof, maar hij draait wel echt op 11 frames per seconde momenteel, dus ik ga hem toch iets... Oeh, dat is niet super goed, nee. Oh, jongens, sorry, ik ben helemaal vergeten. Dit is Ilko. Hallo! Ik ga samen het opnemen. Sorry, dat denk ik, ik vergeet het gewoon helemaal te zeggen. We zijn gewoon zo enorm van ons, apropos. Oeh, dit is altijd leuk. Dit vind ik altijd leuk om te doen. Dan heb je zo'n vliegend, heb je gewoon vliegend zand. Oeh. Oh, en dan krijg je zo'n hele grote frame. Ja, dan zakt alles naar beneden. Ik zie je in de verte! Ja, Joris! Hey. Huk! Ik heb nog geen zwaard trouwens. Oh. Ik heb nog helemaal niets gemaakt. Yep. Maar daar niet van. Jongens, ik had jullie de vorige keer gezegd dat mijn eiland te groot was voor één iemand. En ik ben hier dus samen met Ilko. Ik heb Ilko mijn schiereiland gekregen. Ik heb buiten de opnames heb ik gewoon even gekeken hoe mijn eiland er precies uitzag. Joris. We hebben hier dus blijkbaar een schiereiland. Alleen ik dacht om dat ook nog eens te gaan benutten. Dat is zo, ja, is gewoon zo egoïstisch eigenlijk. Dus ik denk van dat hoef ik niet zelf nog te claimen. Die geef ik gewoon aan Ilko. Kijk, nou heb ik mijn eigen eiland.
Ja, technisch gezien zit hij nog steeds aan me vast. Kijk maar eens dat hele grote stuk. Helemaal weghalen voordat je echt je eigen eiland zou hebben. Misschien is dat dan een leuke opdracht voor jou als je echt je eigen eiland hebt. Weet wel dat het dan oorlog is, hè? Oké, ik doe het al terug. Ik wil geen oorlog met Joris. Precies. Maar jongens, moet je eens even komen kijken wat voor mooi eiland Ilko eigenlijk van mij gekregen heeft. Ja. Ik ben best wel jaloers hierop, hoor. Wel. Ik had hem best wel graag zelf willen hebben, maar ja, dat is dan gewoon mijn hebberigheid. Zo van, ja, ik wil mijn eigen eiland, het deel wat ik nou heb, wil ik niet kwijt. Ja, je wilt gewoon alles hebben. Ja, I want it all. Dat is gewoon hebberig. Maar daar kan ik gewoon niks aan doen. Dat is gewoon... Dat is iets in Minecraft gewoon. Je bent altijd hebberig in Minecraft. Yep. Ik vond het ook wel grappig, omdat toen we eilanden mochten kiezen, is iedereen, de grote eilanden waren logischwijs als eerste weg. Omdat, ja, ook daarmee, mensen zijn natuurlijk een beetje hebberig. Dan heb je trouwens een mooi huis. Awesome, hè? Hij is veel groter dan de mijne. Ik heb een huis. Woehoe. Ja, ik ook. Alleen hij is nogal klein, maar het is tenminste een begin. Ja. Maar inderdaad, wat je zei, toen de eilanden geclaimd werden, natuurlijk, de eerste eilanden zijn als eerste weg. En dat is eigenlijk aan de andere kant. Aan de ene kant, sure, je snapt het wel. Maar aan de andere kant, van, ja, waarom wil je eigenlijk het grootste eiland? Het is heel logisch. En het grappige is ook, Daafse, op een gegeven moment moet ik gewoon serieus, nou echt, een lijn eromheen gaan zetten om welke eilanden je mag nemen. Want mijn eerste indruk was ook van, er is een heel groot eiland die je claimt van mij. De reden dat het nog niet geclaimd is, was dus daarom. Ja, omdat er inderdaad was afgesproken van, oké, niemand gaat een eiland claimen, het is te groot eiland. Het is te groot, dat is een kingdom eiland. Dat is een eiland ter grootte van een kingdom. Dat is inderdaad een compleet kingdom wat je op dat moment hebt. En de eilanden nu zijn ook eigenlijk al best wel aardig. Alleen, er zijn een hele hoop, op dit moment nog twee graspollen en een strandje over. Ja, dat zou even gewoon, je zou eigenlijk een soort van kit moeten krijgen. Misschien dat wij die kunnen maken voor de nieuwe eilandbewoners, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat wij gewoon als challenge opzetten, zo van, we maken een kit, zo van, je krijgt vier graspollen, je krijgt wat saplings, zodat je eigen eilandje kan terraformen, om het zo maar te zeggen. Maak je eigen eiland. Ja, precies. Die vind ik eigenlijk. Gewoon, dan heb je zo'n zandeilandje, want daar heb je er best veel van. Ik kan nou ook even de map laten zien. Oh, vet. Hoe doe je dat? Ik weet het niet eigenlijk. Het was gewoon meer. Het zat zo in mijn mind zo. Soms gebeurt dat gewoon, maar. dadelijk met editen. Als ik het vergeet. The magic of editing. Dan ben ik echt screwed. Als je me nou gaat vergeten, dan ben je dat wel redelijk screwed. Ja. Ik ben ondertussen gewoon lekker verder aan bouwen mijn huisje. Nou, ik ben ondertussen gewoon hout van jouw eiland aan het stelen. Niet dat dat opvalt. Nee, eerlijk zullen we alles delen in deze serie. Ja, inderdaad. Sowieso, als je een sapling hebt, je één boom dropt twee, drie saplings of zo. Ja, meestal. Inderdaad. Dus dan kun je het gewoon makkelijk terugverdienen. Maar jongens, ik vind het wel een eerlijke raal. Ik bedoel, jij mijn hout, ik jouw diamonds. Ja, hakken. Ga maar hakken. Nee, ik jouw diamond. Ga jij maar hakken. Nou, maar probeer maar te vinden. Alle diamonds op mijn eiland zijn van mij. Maar probeer ze maar te vinden. Nee. Ja, dat is toch meer moeite, hè? Ja, nee. Dat laat ik toch echt liever aan jou over dan. Heb je trouwens je instellingen op fancy gezet? Ik heb... Bijvoorbeeld dat bomen dus niet meer een volledig blok zijn, maar dat je er doorheen kan kijken. Dat volgens mij nog niet. Dat is namelijk ook sick. Als je dan onder zo'n boom staat, dan kun je gewoon naar de zon kijken, die dan gewoon door de bladeren heen schijnt. Het ziet er super vet uit. Ja, maar ik maar dat kost echt heel veel power, zeg maar. Ik draai nou al op soms 16 fps, waardoor ik ze heb van... ik zit nou op 28. Nog steeds niet de 30 fps die ik gewoon wil hebben, maar jongens, ik moest dit gewoon doen. Dit moest gewoon. Dit is gewoon een benodigdheid. Het is gewoon het nieuwe seizoen van Community Craft. Juist. We kunnen het niet meer zonder deze kwaliteit. Ik ga denk ik ook gewoon wel de render distance iets verder zetten. Hoeveel staat je de render distance? Ik heb hem nu op 12 gezet. Dat scheelt. Ah, oké. Ja, mijne staat 14 inderdaad. Ik had hem eerst op 32 staan. En toen dacht ik van, oh, holy shit. Mijn fps in één keer zo. Oh, nou, ik heb smooth lighting uitgezet en dat. En ja, dit scheelt toch wel heel veel. Kijk, nou draai ik gewoon op 30 fps. Dit ja, precies. Ik nou ook. Lekkerder. Yes. Oh, nice. Nice. Ah, kijk, dit is wel het saaiere deel van Minecraft, by the way. Gewoon boompjes hakken.
Ja, maar ik bedoel, even... Het moet gebeuren. Het is en blijft Minecraft. En ik vind het al lang gezellig dat we hier met z'n tweeën opnemen zijn. Oh ja, dat zeker. Sowieso kunnen we dat heel vaak doen. Ja. Ik had trouwens in de vorige aflevering gevraagd aan mensen. Want dit is jouw eerste aflevering. Of ja, eerste echte aflevering. Maar had je eerst een livestream gedaan? Ja, ik heb inderdaad een normale aflevering gedaan. Ik heb een livestream gedaan. En een livestream waarin ik op zoek was naar dit eiland eigenlijk, zeg maar. Aha. Ik was op zoek naar jou, Joris. Je was op zoek naar mij, de grote zoektocht van Ilko. De zoektocht naar de Joris. Ik ben een bedreigde diersoort, er is maar één op deze server van mij. En oh shit, ik begin levens te verliezen, we moeten even... Ja, jij ook heb jij eten? Nee, ook nog niet. Je weet dat er de instellingen staan op hard. Oh, dus je gaat gewoon dood als je... Je gaat dood als je geen eten hebt. Oh, crap. Ik stel voor dat mijn nieuwe prioriteit in plaats van huis voedsel wordt. Ja, ik ga even naar de andere kant van jouw eiland. Dus je hebt zeg maar een stuk zand tussen jouw eiland zitten. Uh-huh. En een schaap, oké. Okay. Dat is dus, nee, schaap heb ik niet nodig. We moeten even naar het grasgedeelte. Want bij gras spannen gewoon normale beesten. Oh, oh shit, dit gaat... Span die ook niet gewoon hier zeg maar in de... Hoe is het nou? In de... Hoe heet het? In het bos? Desert. Bos. In het bos inderdaad spannen normale beesten, maar... Oh ja! Ja, ik zie twee kippen. Yes. Nice. Ik heb een stok. Ik ga ze mappen met een stok. Hebben we trouwens ook een dead counter? Oh, hier zit trouwens nog zo'n heel groot gat. Ik ben er trouwens achter gekomen bij... Nee! Toen hadden we nog maar één kip. Ben je nou gewoon onze kippen aan het slopen? De kip is in het ravijn gevallen. Wat? Tip. Nee! Nu hebben we helemaal geen kippen meer, of... De tweede kip is ook in het ravijn gevallen. Ze lopen er zelf ook gewoon in, hè? Oh, dude. Gewoon niet, ik was het niet. Het was gewoon puur die kip die dat deed. Uh-huh. Maar wat ik dus wilde vertellen is onze gewoon ons hele eiland staat op echt een heel aantal ravijnen. Ja. Gewoon we hebben allemaal spleten door ons eiland zitten. Ravijnen in de ravijnen. Ja, die zal ik dadelijk nog laten zien. Of in de volgende aflevering, moeten we maar even kijken. Maar wat ik wilde vertellen voordat ik helemaal iets anders ging doen. Ik wilde vertellen dat ik van de kijkers een paar leuke opdrachten had gekregen van dingen die ik moest bouwen. Denk aan een haven, denk aan een brug, denk aan een vuurtoren. Denk aan een soort van vrijheidsbeeld. Vond ik het leukste idee trouwens. Was het vrijheidsbeeld, maar dan gewoon alleen de hand. Met een fakkel dus in de hand. Oké, okay, nice. Dat leek me super vet om dat te maken. Dus ik ga dus binnenkort, waarschijnlijk in de volgende aflevering, zal ik even kijken. Of ik even een soort van... list kan maken van tasks die ik nog moet doen. Gewoon de to-do list. Mogen we hier eigenlijk al camera zoom ding in gebruiken of nog niet? Wat bedoel je? Nou, je hebt van die hele vet stoffen. Ik heb daar laatst bij Dino's een paar afleveringen mee opgenomen. Dan kan je van die timelapses kan je maken. Dat is echt zo awesome. Ik denk, sure, dat kan. Maar dan moet je wel de... dat kan niet, want je kunt niet vliegen. Dus hoe wil jij een timelapse maken? Oh, frack. Ah, damn it, inderdaad. Dan moet je ook creëren. Maar wacht. Je hebt wel andere dingen. Je kunt het hele eiland world downloaden.